Goedemorgen, zusters en broeders. Fijn dat ik in uw midden mag zijn, samen met mevrouw. En dat we samen het woord mogen openen. 2 Korinthe, uitgangspunt voor de verkondiging van morgen. 2 Korinthe 2, vers 5 tot 11. Ja, we vallen er wel wat in, maar ik zal gaandeweg in de verkondiging duidelijk maken hoe de situatie in Korinthe was. Maar deze passage vanaf vers 5 luidt als volgt. Maar als iemand de droefheid veroorzaakt heeft, dan heeft hij niet mij bedroefd, maar in zekere zin, opdat ik het hem niet te zwaar maak, u allen. Voor zo iemand is die straf die door velen is opgelegd genoeg geweest. Zodat u hem daarentegen liever moet vergeven en bemoedigen. Opdat zo iemand niet misschien door al te grote droefheid wordt verteerd. Daarom verzoek ik u dat u uw liefde voor hem weer bevestigt. Want met dit doel heb ik ook geschreven dat ik uw beproefdheid te weten zou komen of u in alles gehoorzaam bent. Degene wie u nu iets vergeeft, die vergeef ik ook. Want ook ik heb, als ik al iets te vergeven heb, het hem vergeven omwille van u. Voor het aangezicht van Christus. Opdat de Satan op ons geen voordeel zou behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Thema van morgen is de gedachten van de duivel. Vreemd onderwerp, zo te zeggen. Daar bent u vanmorgen niet voor gekomen, voor de gedachten van de duivel. U bent gekomen om te horen over de gedachten van God. Ik heb nu het gevoel dat ik een beetje vooraf mij moet excuseren voor mijn onderwerp. Is dit wel een onderwerp voor zondagmorgen, voor een prediking? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Sommige christenen ervaren het spreken over de duivel en over de macht van de duisternis enigszins als gênant. Kun je daar nog wel mee aankomen zetten in deze postmoderne tijd? Ja, in de tijd van de middeleeuwen joeg de duivel mensen schrik en angst aan. Maar onze tijd heeft toch wel definitief afgerekend met dit soort van naïeve denken. Wij moeten beter weten, zeggen sommige mensen. Duivelsgeloof is een achterhaalde zaak. Maar als wij goed luisteren naar Paulus in zijn tweede brief aan de Korintiërs, dan is er bij hem niets van dat alles. Er is bij hem geen spoor te vinden van onderschatting van of twijfel over het bestaan van de Satan. Integendeel, ja, zonder dat hij hier nou zo erg uitweidt over dit onderwerp, rekent hij toch sterk met de realiteit van het bestaan van de Satan en zijn werkzaamheid. Hij zegt, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Ik hoor mensen wel eens zeggen, ik geloof niet in de duivel. Ik geloof in God. Ja, dat is dan een grappige manier van spreken, zou ik zeggen, maar ze willen dan als het ware ironiserend spreken over de duivel, want ze willen eigenlijk aan de duivel helemaal geen woorden vuil maken, want ja, dat is beneden hun stand en zo primitief zijn ze ook niet. Maar als je er zo over denkt, dan
is dat tamelijk riskant, om niet te zeggen levensgevaarlijk. En Paulus doet daar niet aan mee. Hij is niet van het bagatelliseren, hij is niet van het negeren, hij is niet van het ontkennen. Hij weet met wie hij te doen heeft. En dit gedeelte gaat daar ook over. Want Paulus is ervan overtuigd dat de Satan bij macht is voordeel op de gemeente, op mensen die geloven in Jezus Christus te behalen. Hij onderschat totaal niet de macht van de vorst van de duisternis. Ja, en dan moet ik toch echt wel even spreken over de situatie waar die gemeente zich in bevond. Waarom zegt Paulus dit nou allemaal? Over het voordeel behalen van de duivel en over die gedachten van de duivel. Waar doelt Paulus concreet op als hij het hier heeft over de situatie in Korinthe? Nou, u moet weten dat deze brief geschreven is nadat Paulus al eerder een brief heeft geschreven. En die brief die is bekend als de tranenbrief. Het is niet 1 Korinthe en het is ook niet 2 Korinthe, maar een tussenbrief. En die tranenbrief, zo neemt men aan, is niet bewaard gebleven, maar wat Paulus nu in 2 Korintiërs aan het papier toevertrouwt, is de opvolger van de tranenbrief. Paulus had last van tegenstand in de gemeente. Dat proeven we ook al in de 1 Korintiërsbrief. Er was oppositie. Er waren moeilijkheden. En ja, dat merken we soms ook nu nog wel in de gemeente van vandaag. Het gaat niet allemaal van een leien dakje. Maar in Korinthe was sprake van een situatie, een bijzondere situatie, dat een broeder moeite had met Paulus, geen hoge dunk had van Paulus, zich op enig moment ook krenkend heeft uitgelaten over Paulus tijdens een tussentijds bezoek. En naar aanleiding van het tussentijds bezoek, dat heel teleurstellend was voor Paulus, heeft hij die tranenbrief geschreven. Laat zich niet helemaal reconstrueren wat er toen aan de hand was. We weten het eigenlijk niet precies. Maar het was een hele moeilijke situatie voor de apostel. En het heeft hem diep geraakt. En je proeft ook uit het begin van 2 Korinthe dat er een kwestie speelde van ja en nee. En je ja moet ja zijn, je nee moet nee zijn. En dat heeft ook te maken met het feit dat Paulus een paar keer had geprobeerd naar Korinthe te komen. Dat heeft hij ook gezegd, ik kom. Hij wilde naar Macedonië, wilde vooraf dan in Korinthe zijn. En als hij terugkwam, wilde hij ook nog in Korinthe komen. Maar dat is allemaal niet doorgegaan. En daar schrijft hij ook over. En dan is het zo dat hij schrijft dat hij niet kwam om de gemeente te sparen. Nou, dat viel allemaal bij die broeder in de verkeerde keel gehad. En ja, dat is aanleiding geweest tot wat twijfel over de bevoegdheid van Paulus en over zijn integriteit. Dan laat die man nou toch eindelijk zeggen, doen wat hij zegt. Dat is een beetje de zaak waar het om gaat. Hij is niet betrouwbaar. Hij staat niet voor wat hij zegt. En ik denk ook dat het niet zozeer gaat om zijn persoon, als wel om zijn bediening, om zijn boodschap. En daar speelt het zich rondom af. En Paulus die leed aan die situatie, maar mocht dan na de tranenbrief ervaren dat de situatie kenterde en dat aan de destructieve krachten een halt was toegeroepen. En dat was het resultaat. Uiteindelijk heeft de gemeente de kwestie opgepakt en die heeft actief ingegrepen, heeft de broeder vermaand en die, ja, die zag ook toen in dat het helemaal verkeerd was dat hij dit. En zat erover in zag en as, heeft er wroeging over. En dan roept Paulus in deze brief, 2 Korinthe, in deze brief roept Paulus op tot vergevensgezindheid en liefde. Zo moeten ze verder in het spoor van de liefde en zo niet. Dan kon de duivel wel eens voordeel op hen
behalen en winst boeken. En ik vind dat Paulus zo reëel rekent met het bestaan van de Satan. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend, zegt hij met een gevoel van understatement. En wie zoiets zegt, moet wel veel met de Satan te maken hebben gehad. Die is door ervaring wijs geworden. En ik proef die woorden op mijn tong. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Het is net alsof Paulus wil zeggen, ja, God heeft mij in staat gesteld om in de kaart van de Satan te kijken. En dat is waarschijnlijk ook zo. Paulus had het vermogen zich te verdiepen in de listen en lagen van de Satan. En doet mij denken aan de Tweede Wereldoorlog. Het geheim van het succes van generaal Eisenhower was dat hij zich probeerde te verplaatsen in de schoenen van zijn tegenstander. Hij las als het ware de gedachten van het Duitse legercommando. Hij leefde zich in hun gedachten om te zien wat voor stappen hij zelf moest zetten. Wat er zou gaan gebeuren. Dus zoals Eisenhower ook dat probeerde te doen, zo voorzag Paulus als het ware wat in de gemeente kon gebeuren als de Satan vrij spel krijgt. Nou, de gemeente werd opgeroepen om de houding van het vermanen van de bewuste broeder, om dat te laten varen. Zijn treurnis over de situatie is daar voorbij en zijn droefheid is weer over. En dan moet, als hij toch weer in Korinthe komt, moet er niet iets zijn blijven hangen van die verdrietige geschiedenis. De gemeente moet royaal zijn in het verlenen van vergeving. En de broeder die heeft ingezien dat hij verkeerd zat, moet nu liefde worden betoond. En het is al voor Paulus genoeg dat hij heeft ervaren dat de gemeente voor hem is opgekomen voor zijn bediening. En nu moet er verzoening komen, omdat de vreugde weer moet terugkeren. Want zo is de gedachte, als die negatieve sfeer behouden blijft, bewaard blijft, als de beklemming aanwezig blijft, als die niet ophoudt, als de verwijt blijft voortbestaan, dan wordt die broeder door al te grote droefheid, zegt hij, verteerd. Dan zou in die situatie de Satan wel eens voordeel kunnen behalen. Ik weet niet, je hebt het ook meegelezen, die tekst. Ik vind dat Paulus zo behoedzaam manoeuvreert. Pastoraal behoedzaam. Je proeft bij hem het verlangen dat de gemeente uit moet zijn op herstel van de verhoudingen. Daar is hem veel aan gelegen. Hij kiest zijn woorden zorgvuldig en trefzeker. Hij verzoekt de gemeente dat ze haar liefde voor die broeder bevestigt. Ja, ik hoop dat het zo'n beetje duidelijk is wat die situatie in de gemeente was. En dan besluit Paulus zijn referaat over het opnieuw vergiffenis schenken aan de broeder, herstel van de verhoudingen, met de woorden, want de gedachten van de Satan zijn ons niet onbekend. Dat is zo'n veelbetekenend zinnetje dat ons in hoge mate intrigeert. Je zou Paulus als het ware willen uitnodigen om dus even duidelijker te zijn. Om uit te leggen wat hij allemaal bedoelt. Maar we moeten het hiermee doen. Meer zegt hij hierover niet. Hij veronderstelt het als bekend. Misschien denkt hij wel, ja, maar ik heb het al zo vaak tegen die mensen gezegd. Ze weten het allemaal wel. En misschien herinneren ze zich ook nog wel. Maar dat is toch iets kenmerkends. Zo'n klein zinnetje. De gedachten van de Satan zijn ons niet onbekend. Eigenlijk is het zo dat de hele Bijbel ons maar heel weinig vertelt over de achtergronden van het Rijk der Duisternis en over de duivel als persoon. Zeker niet voldoende om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Geen systematische verhandeling ergens in de schrift over de duivel is er te vinden. Afgezien van wat ik zou zeggen, nou, die geschiedenis van de verzoekingen in de woestijn. Maar toch zien we hier en daar terloops
wat opmerkingen, verwijzingen, enigszins verscholen verzen in de Bijbel. En dan mogen we concluderen dat de Bijbel zelf de Satan niet onderschat. Volgens de schrift is de Satan en zijn rijk niet een antiquiteit, maar een realiteit. Wel merkwaardig dat vandaag de dag het geloof in de duivel steeds meer aan het verdwijnen is in de gemeente van Christus. Ik heb een heel mooi boekje gelezen van dokter Henk de Jong. De overste van deze wereld is het getiteld. En hij start zijn boekje met de vraag van ja, is nou de kwestie van het bestaan van de duivel nou een groot punt? Of is het eigenlijk niet zo dat veel mensen denken van ja, maar God, hoe zit het met God? Waarom merken we zo weinig van God? Heel veel mensen ervaren God niet en zien niets van hem. En de Jong die kenschetst onze tijd als een tijd van godsverduistering. En hij wijt dit aan de duivel die erin geslaagd is om een rookgordijn te leggen, waardoor mensen God niet zien, dat God onzichtbaar is geworden. Dat de duivel dus met andere woorden oorzaak is van het verdwijnen van God uit ons bewustzijn. De duivel probeert Gods bestaan problematisch te maken. En ook zijn eigen bestaan. Want de Satan lacht in zijn vuistje bij iedere visie of overtuiging waarin zijn bestaan naar het rijk van de fabelen wordt verwezen. Hij lacht zich een kriek als er weer een theoloog opstaat die een boek laat verschijnen waarin hij als een mythe wordt afgedaan. Weet u wat er dan gebeurt, vraagt Paulus? Dan haalt hij voordeel op ons. Want we worden blind voor het feit dat het leven uit het geloof een geestelijke strijd is. We zien dan niet meer dat op het toneel van het universum zich een verbeterde strijd aftekent tussen God en Satan om de wereld en om de mensen. Ja, ik heb hier een blad dat is van de week uitgekomen, Nieuwe Koers, in zijn geheel gewijd aan de hel. En op basis van een enquête onder 1500 christenen in Nederland, waarvan 300 predikanten. En dan constateert men dat ook de hel een item is waar niet zoveel geloof meer aan gehecht wordt. En op de omslag van dit tijdschrift staat er dan, is het vuur van de hel uitgedoofd. Ja, dat is wat hij het liefste heeft, hè, de Satan. Dat mensen niet meer geloven in zijn bestaan en ook niet meer in het bestaan van de hel. Want de duivel zet alles op alles om het verloren terrein te herwinnen. Hij is op achterstand gezet, heeft de beslissende slag verloren, is door God in het sterven en het opstaan van de Heer Jezus voor de zonde van de wereld verslagen. En nergens is dat misschien zo mooi verwoord als in dat bekende lied, daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Geen graf hield hem, geen doodsgeweld, hij overwon, Gods sterke held. De dood moest wijken voor zijn kracht. Het kruis ontnam de hel haar macht. Ja, dat is er gebeurd. De hel is haar macht ontnomen. De Satan is zijn kroon ontroofd. De verzoening tussen God en mensen is een feit. Als mensen geloven dat God iets gedaan heeft in zijn Zoon Jezus Christus, ja, dan gebeurt er iets met mensen. Dan worden ze gered, behouden, verzoend. Maar de duivel, oh, die kan het allemaal niet aanzien. Dagelijks moet hij toezien dat mensen uit de duisternis tot het licht worden getrokken. Hij ziet het allemaal tandenknarsend en handen wringend aan. Hij kan daar geen vrede mee hebben dat mensen vrede hebben gevonden bij God en met God. Hij kan zich er niet mee verzoenen
dat wij verzoend zijn door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Dat moet weer ongedaan worden gemaakt. En de diepste gedachten van de duivel gaan daarover. Hebben daarmee te maken. Die gedachten worden beheerst door maar één ding. Hoe kan het verlossingswerk van Jezus worden vernietigd? Hoe kan het koninkrijk van God schade worden toegebracht? En de duivel heeft één trekje. Aard van het beestje is, Satan is gewoon de aap van God. Hij aapt God in alles na, maar alleen in het negatieve. God is alleen maar positief gericht op de wereld, op de mensen. Maar de Satan is allemaal bezig met het negatieve. In het afbreken, in het vernietigen. En waar is hij dan te vinden? En nou, de zendingsmensen wisten het altijd heel goed. Waar Christus zijn kerk bouwt, bouwt de Satan zijn kapel er vlak tegenaan. En hoe dicht bouwde hij zijn kapel tegen de gemeente van Korinthe? Want de splijtswam van de verdeeldheid kreeg kans om zijn werk te doen. Satan ziet kans om binnen te dringen, mensen tegen elkaar op te zetten, een breekijzer te zetten in het gemeenschappelijke geloof van broeders en zussen. Waar de liefde voor God en zijn woord aanwezig is, daar kan de duivel zijn kapel niet bouwen. Kan hij zijn breekijzer niet zetten tussen de stenen. En toch is hij daar het meest actief waar mensen de naam van Christus hoog houden. Waar mensen staan voor het krachtige getuigenis van de naam van Jezus. En ernst maken met de weg van navolging en heiliging. En naarmate bij ons sprake is van een levend geloof, loopt de spanning bij de duivel alleen maar op. Want hij wil dat allemaal ondermijnen. Jaren geleden, toen wij nog in Ameiden woonden, aan de Lek, en ik mijn studie daar deed, toen werd een rijtje huizen voor ons, of voor ons eigen huis, werd afgebroken. En ik dacht, hoe zal dat nou gaan? Ik denk, nou, er komt natuurlijk zo'n machine met zo'n kraanmachine met zo'n ijzeren bal of zo. Nee, maar het was allemaal niet zo. Nee, er werd ook geen dynamiet gebruikt. Nee, dat ging heel secuur. Er kwam een houten bak en daar werden de dakpannen in naar beneden gelaten. Ze gleden naar beneden en beneden stond er iemand op te vangen. En zo werden de balken gelicht. En zo werd al het andere bewaard. Gefascineerd heb ik dat gadegeslagen. Slopen namelijk is vakmanswerk. Dat bleek daaruit. En laten we ons niet vergissen, de duivel heeft dat vakmanschap. Hij gaat behoedzaam, maar wel doeltreffend te werk. Ook bij hem gaan alle dingen toch uiteindelijk tegen de vlakte. En dan staat er in de schrift, Petrus zegt, Satan gaat rond als een briesende leeuw. Zoekende wie hij zal verslinden. En dat is dan vooral een uitdrukking van zijn honger. Van zijn gretigheid. Hij is naastig op zoek naar slachtoffers. Hij stroopt de mensenwereld af. Hij wil verteren. En grijpt elke gelegenheid aan om zijn prooi te grijpen. Maar de tactiek is sluipend van karakter. We horen hem niet aankomen. En iemand heeft het ooit eens gezegd. Hij loopt liever op sokken dan op klompen. En hij komt meestal niet door de voordeur, maar klimt via het ene openstaande achterraampje naar binnen. Lang niet altijd is hij herkenbaar. Vaak heb je het niet in de gaten. Je hebt het niet in de gaten dat hij het is. En de Bijbel zegt het ook, hij doet zich voor als een engel des lichts. Als een engel des lichts. Hij kan zich verbergen achter een masker van ogenschijnlijk vriendelijke of indrukwekkende mensen. Hij kan de inspirator zijn van ideeën en opvattingen die ons op het eerste gezicht onschuldig lijken en veelbelovend toeschijnen. Was hij nou maar herkenbaar, denk ik wel eens. Konden we maar identificeren aan bokkenpootjes en een paar hoorntjes op de kop, dan zou het allemaal veel gemakkelijker zijn. Maar hij komt meestal in vermomming. Hij camoufleert zich uitstekend. Je hebt het gewoonweg niet in de gaten dat hij zich in de gemeente nestelt.
Nee, het is niet zo dat hij zijn kapel vlak tegen de gemeente aanzet. Nee, het is zelfs zo dat hij probeert in de gemeente te bouwen. In de gemeente zelf te bouwen. Hij gaat het liefste naast u zitten. Op de lege stoel, naast u. En als u dan denkt, nou wat die voorganger allemaal zegt, maar daar heb ik het niet zo op. Nou, dan is hij al bezig om zijn infiltratiewerk te volbrengen. Hij staat ook bij voorkeur naast de voorganger van de dienst. Want ja, het rechte spreken vanuit Gods woord, dat vindt hij niks. En hij vindt liever dat er halve waarheden worden gedebiteerd. Er is een klassiek boek van Lewis, die zegt ook dat er een wereld van duivels is die voortdurend met mensen in de weer zijn om de zwakke plekken van mensen te ontdekken. En alle momenten van verslapping en zwakte bij mensen trachten ze uit te buiten en zo een wicht te drijven in de verhouding tussen God en zijn kinderen. Geen middel wordt geschuwd. Stoken, vleien, beïnvloeden, suggereren, manipuleren, allemaal. Ja, en dat met een listigheid en een raffinement waarbij je de adem inhoudt. En volgens Lewis is het een grote vergissing dat wij niet meer in de duivel geloven. Dat wij hem rekenen tot de tijd van de middeleeuwen. Die gedachte moet bij ons echt wel ontstaan. Mensen, hij is dan ook reuze blij met elke theoloog die zijn bestaan ontkent. Want elke theoloog staat weer voor zoveel kerkmensen die hem daarin volgen. En toch mensen, ik kan me zo'n voorstelling van zaken, ik kan me zo'n theologie bij theologen niet voorstellen. Om de duivel te ontkennen, om zijn bestaan maar te bagatelliseren. Want hoeveel leed en verderf en narigheid en ellende is er niet op deze wereld? Hoe kan zoiets ooit verklaarbaar zijn als je niet ergens gelooft in de oorsprong daarvan? Het kwaad dat er is en de zonde die onuitroeibaar in de wereld aanwezig is, dat moet toch een wortel hebben. Ik zou zeggen, ook rationeel moet je uiteindelijk uitkomen bij het bestaan van het Rijk der Duisternis. En hoe komen nou de gedachten en de activiteiten van de duivel in de gemeente op het spoor? Paulus spreekt in de Efezebrief over brandende pijlen die de duivel van zijn boog schiet. En altijd komen die brandende pijlen terecht bij brandbaar materiaal dat vlam kan vatten. Vanmorgen wil ik even een paar dingen aanstippen. Stilstaan bij die brandende pijlen. En u begrijpt dat hij hoogst individuele pijlen op zijn boog heeft. Want hij geeft ons allemaal een persoonlijke begeleiding. Allemaal een persoonlijke behandeling. Hij gaat met zijn tijd niet mee namelijk. Het systeem van de individuele begeleiding is een methode die hij al vanaf de tijden van het paradijs hanteert. Want bidden en bijbellezen kan hem niet zo bekoren. Daar komen de brandende pijlen het eerste terecht. Hij heeft enkele eenvoudige technieken waardoor wij onze Bijbel dichtlaten en het gebed veronachtzamen. Een ander punt wat ik wil aansnijden is dat de brandende pijlen in de gemeente bewerken een ontmoediging hier en een teleurstelling daar. En tweedracht is ook een beproefd middel dat werkt altijd. Misverstanden, verschillen van mening en inzichten die uit kunnen groeien tot conflicten, dat is het brandbare materiaal. Hij weet er heel goed mee raad en hij fluistert ons in: ach, je hoeft echt niet alles over je kant te laten gaan. Zeg maar waar het op staat. En zo wrijft hij zich vergenoegd in zijn handen als wij onderling ook nog appeltjes met elkaar te schillen hebben. En mensen hebben soms appeltjes met elkaar te schillen. Want ze spreken niet altijd alles tegen elkaar uit.
zijn ook niet altijd bereid om elkaar te vergeven. En dan vindt er ook geen opruiming van dingen plaats. Maar dan is dat voorbeeld van Paulus in Korinthe wel heel mooi. Want Paulus laat dat niet voortbestaan. Hij koestert het niet als een wrok. Nee, hij sprak zich uit in die tranenbrief. En die heeft dan iets bewerkstelligd. Dat is tot openheid gekomen bij die broeder. Die is vermaand door de gemeente. En dat ruimt dan geweldig op. En dan, ja, dan kan Paulus weer verder in die gemeente. Maar kan hij daar ook weer apostel zijn? Boodschappen van de Heer Jezus. En ja, hij heeft er geen last meer van. Dat hij op zijn ziel getrapt is. Mensen, zulke onverkwikkelijke zaken als onmin, gebakkelei, geharrewar, trekken diepe sporen in de gemeente. Het lukt de duivel steeds weer om een stevig gemetselde muur te doen afbrokkelen. Want de partijvorming heeft dan zijn intrede gedaan. En dat is nou waar hij precies op uit is. Zo luidt zijn naam ook. Diabolos, dat is het Griekse woord. Diabolos, komt van diabalein. En diabalein is, ja, dat is uiteendrijven, dat is in de war schoppen. Heen en weer gooien betekent het eigenlijk. Diabalein, heen en weer gooien. En de meest diepgaande conflicten weet hij te bereiken door mensen bijbelteksten in het oor te fluisteren. Want de Satan is heel bijbelvast. Hij kent de schrift op zijn duimpje. Hij maakt bij het citeren van bijbelteksten selectief gebruik van allerlei teksten die hem heel goed uitkomen, in zijn graan te pas komen. Ik herinner u even aan de discussie tussen de duivel en de Heer Jezus bij de verzoeking in de woestijn. En dan zegt de duivel, er staat geschreven. Ja, er staat geschreven. Maar dan zegt de Heer Jezus, maar er staat ook geschreven. En dan, ja, dan krijg je toch een heel ander beeld, want dan spreekt de Heer het woord van God na tegenover de duivel. Duidelijke bewijs dat de duivel wil voorkomen dat de Heer Jezus Gods weg zou gaan. Hij wilde verhinderen dat de Heer Jezus zijn reddingswerk zou verrichten. Wat staat ons te doen, broeders en zusters? Allereerst geldt dat wij dicht bij de Heer moeten blijven. Als wij de gezindheid van Christus hebben, met de Heer leven en wandelen, dan zal de duivel niet snel voordeel op ons behalen. Dan zijn wij, om met Paulus te spreken, bekleed met het pantser van de gerechtigheid. De brandende pijlen die in onze richting komen, treffen geen doel. Als we schuilen bij de Heer Jezus, dan richten die pijlen niets uit. Maar als dan hier en daar toch brandjes zijn ontstaan, omdat we de duivel toch ruimte hebben gegeven, dan wijst de Heer ook een weg in zijn woord. Dan moeten we de duisternis ontmaskeren. We moeten dan tegen elkaar durven zeggen dat de gedachten van de duivel toch al merkbaar en zichtbaar zijn in de gemeente. Gedachten van de duivel. Onheilspellende gedachten. Saaie verdeeldheid. En dan zegt Petrus, wederstaat hem vast in het geloof. Het lijkt een onmogelijke opgave om de vorst der duisternis, de vader van de leugen en de overste van deze wereld te weerstaan. Maar als wij het van onszelf moeten hebben, zijn we compleet machteloos. Maar als we vaststaan in het geloof, dan kunnen we hem weerstaan met Jezus als de Heer en koning. En op één ding heeft hij geen antwoord. Dan moet hij loslaten, dan moet hij terugtrekken. Als wij ons verootmoedigen voor Gods aangezicht en schuld belijden, dan staat hij machteloos. Dan kan hij niet meer. Dat is als wij God vragen ons te vergeven, dat we ruimte hebben gemaakt voor de duivel. Als we God bidden om bevrijding, als we bidden om genade en ontferming. Ja, daar kan hij niet tegen. Gebed is iets waar de duivel absoluut niet tegen kan. Daarvoor gaat hij op de loop.
En verootmoediging, daar gruwt hij van. Liefde, daar, ja, daar reageert hij op met afgrijzen. Laten we ook dan samen biddend de deur wijzen aan de Satan. Opdat de heerschappij van Jezus Christus op een machtige wijze onder ons zal doorbreken en zegevieren. Amen. Ik wil met u bidden. Heere, onze God. De Satan is een machtige tegenspeler van u. En we merken dat ook. We merken dat soms in ons eigen leven, in het leven van de gemeente. We merken dat in de spanningen die er soms zijn tussen broeders en zusters. Heere, dat hij werkzaam is en effectief is. Heer, maar we willen u bidden dat we uw kracht mogen ervaren en uw inzicht mogen hebben om de boze te weerstaan, vast in het geloof. Heer, wilt u ons helpen om hem te herkennen, waar hij altijd maar incognito wil blijven, waar hij altijd maar verborgen wil zijn, naast ons wil gaan zitten op de stoel die leeg is, naast de predikant wil gaan staan om andere dingen te laten zeggen. Heere, wilt u geven dat we hem herkennen. En dat we geen ruimte geven aan hem. Als wij horen van de omslag, de geleidelijke omslag in het denken van vele christenen in Nederland, dan slaat ons de schrik om het hart. Heere, dan zien we met afgrijzen dat dingen langzaam een andere kant op gaan. Heer, dat men niet meer vast wil houden aan uw woord, maar dat allerlei menselijke ideeën en gedachten de overhand gaan krijgen. Omdat we het allemaal zo moeilijk vinden te geloven dat er een hel bestaat, dat er een duivel is. En dat u niet alleen maar liefde zou zijn en dat alle mensen maar behouden zullen worden. Heer, de alverzoening die dan ook als leer gepredikt wordt. Wilt u ons helpen om vast te houden aan dat zuivere woord van u. Dat dat ook gepredikt wordt in de kerken, in gemeenten. Dat eruit geleefd wordt door mensen. Dat we streven naar de heiliging. Dat we de weg van discipelschap en navolging willen gaan. Heere, we bidden erom dat we niet geïnfecteerd raken door het virus dat erger is dan het coronavirus. Bidden om uw genade voor uw gemeente. Bidden om licht van de Heilige Geest. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen.